Het is voor de tweede keer dat er een internationale training wordt verzorgd door de Maritieme Autoriteit Suriname, MAS. Het gaat om de duurzame ontwikkeling en verbetering van marine aids to navigation met inbegrip van scheepvaartbeveiligingssysteem. De Suriname Aton Academy is een werkarm van het MAS, van de MAS die onderwijsopleiding en capaciteitsopbouw internationaal aanbiedt. Voor die schepen om veilig te kunnen varen op de wateren, op de zeeën, is het nodig dat er markeringen geplaatst worden, met name als ze de goederen in een haven moeten afleveren. En die markeringen die noemen we met name, dat zijn boeien. En daar heb je dan een internationale organisatie, dat is dan de IALA, dat is de associatie die de regels vaststelt hoe die boeien geplaatst moeten worden, verschillende kleuren. En de training die we hier verzorgen is een training in samenwerking met die organisatie, die IALA, die de normen vaststelt hoe je die boeien moet plaatsen. Dat we dus samen met hun in 2017 een school hebben opgezet om de mensen die verantwoordelijk zijn voor het plaatsen van die boeien, voor die markeringen op de wateren, dat die kunnen weten hoe ze dat moeten doen. De training is vandaag gestart en duurt tot 6 november. De technische samenwerking vindt plaats tussen de Suriname Aton Academie en de ILAI Worldwide Academie. Er zijn uit verschillende landen deelnemers gekomen, zoals Belize, Colombia, Grenada, Sint Vincent en de Grenadines en de Filipijnen. Surinamers doen mee aan de training en zijn voor 90% belast met de verzorging ervan. De vaardigheden, bekwaamheid en toewijding zal hen in staat stellen om hun kennis te verruimen en voorgeschreven taken of plichten effectief uit te voeren. MAS, Suriname, dat wij qua ontwikkeling in deze regio eigenlijk op de top zijn. En vandaar dat ze dus toen ervoor hebben gekozen om samen met ons deze school op te zetten, omdat onze service is al op topniveau. En wat we dus eigenlijk doen is die ervaring die we hebben, die expertise die we hebben, dat we die dus delen met de andere landen. En u ziet niet alleen landen van de regio, maar ook landen van andere regio's. Helemaal uit Azië komen mensen voor deze training. Dus qua veiligheid van onze markering zijn we gewoon top. Ja, op dit moment. Onze mensen zijn getraind en ik moet ook erbij vermelden dat deze training wordt ook deels verzorgd door onze eigen mensen. We krijgen dus ook assistentie vanuit de IALA, dat zij ook trainers sturen. Maar 90% van de trainers zijn Surinamers, die zijn opgeleid door de IALA. My expectations for the Level 1 Aton Manager course is to bring knowledge to the Philippines more. There are a few IALA members worldwide in the Philippines. Actually, we're only 3. So one of our goals as a company is to bring in more expertise knowledge in the Philippines. And I think bringing in this course would give us a leverage on that. We're partners also with other IALA members in Australia as well. And it's a very inclusive community. It's more male dominated, but it's very open. No discrimination and all. So yes, that's why you're very willing to participate in this IALA course. Well, we want to increase our knowledge in this time of things in Colombia. We need to get better of this kind of knowledge. We need to grow in the ice navigation knowledge. We need to certify people in our country. Well, in my country, women are every kind of field. Even in maritime field, we have a lot of women. I work at the Naval School, and we have a lot of women that not always working at the aid of navigation field, but also the other kind of maritime issues, like engineer, like oceanography. We have women every kind of field in the maritime part of my country. De Maritieme Autoriteit Suriname werkt er naartoe om meer vrouwen te betrekken bij de training en scholing in de maritieme sector.